Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Even een adempauze op de Amerikaanse beurzen nu de boycott van Huawei weer 90 dagen is uitgesteld. Toenemende spanningen met Iran blijven echter aanwezig. De chipgerelateerde aandelen konden herstellen, maar zwakke cijfers bij de retailers zetten deze sector behoorlijk onder druk. Per saldo resteerden kleine plussen van tegen 1% voor de belangrijkste indices. Vanavond zal er aandacht zijn voor de FOMC-meeting en de notulen over het rentebeleid. In Azië daalde de Japanse export iets sterker dan verwacht, maar de indices kwamen nauwelijks in beweging. Alleen de Shanghai Composite was de enige daler met een verliesje van 0,6%. Futures in Amsterdam geven vanmorgen een iets lagere opening aan en wederom zien we een tegenvaller voor bouwers Volker Wessels en Boskalis. De Bethlehembrug in de A9 over het Amsterdam-Rijnkanaal beweegt te veel door een afwijkende bodemstructuur. Of en welke kosten voor rekening van de bouwers komt, is nog niet helemaal helder. Vandaag gaan in ieder geval ASMI 1 euro en Euronext 1,54 ex-dividend. Op de agenda vandaag onder andere hypotheekaanvragen om 1 uur vanuit de VS, om 4:30 olievoorraadcijfers en om 8 uur vanavond de belangrijke notulen van de FOMC over het Amerikaanse rentebeleid. Morgan Stanley verlaagt tenslotte het koersdoel op APRM van 33 naar 26. En morgen is er weer een nieuwe markets update van BNP Paribas.